Heel goed, jongen. Kom lekker binnen. Jas ophangen. Hey! Wat is dat nou? Ik had nooit verwacht dat ik dit leuk zou gaan vinden of dat ik dit werk zou gaan doen later als ik groot ben. Zachtjes. Kom, doe de jas even op gang. Ja, wat is het algemene beeld in de maatschappij over mensen met een verstandelijke beperking? Ja, een beetje vies en luiers verschonen, nou, dat soort dingetjes. Ja, het is zo'n klein onderdeel van het werk en je krijgt zoveel leuke, lieve dingen ervoor terug. Goedemorgen! Leuk dat je bent! Ja, leuk dat je bent! Eenmaal binnen, nooit meer weg. Kom, 1, 2, hop, zie ik je erin. Werken jij? Ja, jij mag ook gaan werken. Ja, kom, nu kan wel. Werken. Ja, ook een, ja. Kom, werken. Hier bij activiteitencentrum De Eikenboom van Koning Zacht verzorgen ze van allerlei activiteiten voor meervoudige gehandicapten. Nou, ik loop vandaag mee met Ruben en ben benieuwd wat er op het programma staat. Ruben, we hebben het gered. Dat staat op camera, jongen. Henk. Sisa's Koning Zacht ligt vlakbij Arnhem, midden in de bossen. Sinds de jaren 60 wonen hier mensen met een verstandelijke beperking. Het is een compleet dorp met sportfaciliteiten, een kinderboerderij en er is zelfs een camping. Ik probeer altijd aan mensen die niet weten dat dit er ook is in Nederland, altijd leg ik het altijd een beetje uit als dat het een soort centerparks is. Weet je wel, een beetje afgelegen ook, het allemaal huizen en toch ook heel veel faciliteiten waarin plezier gemaakt kan worden. Zo ervaar ik dat zelf ook wel een beetje. En voor deze jongens is het gewoon heel fijn dat het ook wel in de bossen ligt. Dat is lekker prikkelarm, ze kunnen lekker hun dingetje doen. En het is een hele beschermde, veilige omgeving hier. Want je komt ook echt het terrein oprijden. Het zijn al zulke kwetsbare mensen. En dan is het hier toch wel heel fijn dat ze hier toch zo vrij kunnen leven en hun eigen ding kunnen doen. Je zou ook kunnen denken, ze zijn weggestopt van de rest. Ja, nou ja, ja, misschien van heel oud kan dat ook wel toen de reden zijn geweest. Dat zou ik zelf zo niet precies weten. Maar ja, ik denk dat als je het ze zelf zou vragen dat ze liever in zo'n bosrijke omgeving wonen dan in een hele drukke woonwijk in de binnenstad van Arnhem, bij wijze van spreken. Dan denk ik dat dit, als je gaat kijken naar de individuele vraag, dat dit veel beter aansluit dan de hectiek van een drukke stad. De kruis komt eraan. Wie komt eraan? Ja. Nee jongen, die is toch al lang in Spanje, man? Ja. Jongen, die zit toch al lang in Spanje? Ja. Ze komen binnen, ja, en heel gestructureerd. Komen ze binnen, gaan ze een lekker puzzeltje maken. En een meisje. Ja, een meisje. Ja, ja. Ja. Beter meisje dan oude vrouw, hè? Dus ja, nee, helemaal goed. Doelgericht en lekker fanatiek ook meteen, hè? Ja. Ja, de puzzel moet ook, er moet ook eerst de puzzel gemaakt worden voordat de koffie gedronken kan worden. Dus ja, Nee. Jongen, eerst moet die puzzel af en dan wordt de koffie gedronken, jongen. Oh. Hè? Triple koppelkoffer. Kom, puzzel jij, schiet op. Ik begin maar na. Nee. We hebben hier 4 mannen op deze groep. Ja, het zijn allemaal ernstig verstandelijk beperkte jongens. En Dennis is wel iemand die best wel in zijn eigen wereldje kan zitten. En dat proberen we 's ochtends ook meteen een beetje een inschatting te maken. Dat doen we wel bij iedereen, maar zeker ook bij Dennis. Om te kijken van ja, hoe steekt hij in zijn vel? Lukt het hem om tot activiteiten te komen? Of zit hij zo in zichzelf gekeerd dat hij daar niet toe komt? Verder hebben we ook nog Jurgen. Goed aanwezig, ja, hè? Ja, die is altijd goed aanwezig. De Jurgen die is ook de enige die, samen met Dirk, die kan ook praten. En een beetje aan zijn praten en heel goed, je kan ook wel aan zijn ogen zien of dat hij rustig of gespannen is. Schiet wel een beetje op. En ik ga kijken. Hé joh, schiet wel op. Is hij al klaar bijna? Laat me rust. Hé, laat me maar rust joh, laat me maar rust. Hé joh, laat me maar rust, ik zit hier te werken, ja. Hé joh, afblijven, is mijn puzzel, ja. Hier loopt Juni nog. En Juni vindt het heel erg leuk om alles te regelen en alles recht te zetten. En als er nieuwe mensen zijn om kennis te maken. En kijk, dan gaat hij ook eventjes aan de gang nu.
Bij Juni lezen we een beetje, proberen we altijd af te lezen aan zijn regeldrang. Om alles recht te leggen, om stoelen aan te schuiven. Daaraan lezen we een beetje af hoe hij erbij loopt. En hoe meer hij dat doet, hoe meer spanning er is en hoe sneller je hem verliest in zijn gedrag. En daar, dan zal je hem wat meer begeleiding moeten geven. Zo, daar heb je eens even lekker geregeld, Juni. Ja, dat heb je goed gedaan, jongen. En als hij zich verliest in zijn gedrag, dan is het een heel ander persoon? Of wat ook Nou ja, dan kan hij wel wat agressie ook laten zien. Maar over het algemeen is dat bij hem wel prima te voorkomen. Door het op tijd te signaleren, kan je heel veel ook voorkomen. Dus ja, dat is bij hem wel belangrijk. En de laatste, dat is Dirk. En Dirk is de oudste van deze groep, die is onlangs 60 geworden. En Dirk, dat is ook mijn bezoekrelatie. Ik heb wel een speciale band met Dirk. Dus dat is wel superleuk. Eigenlijk al vanaf het eerste moment hebben we wel een hele bijzondere klik samen. Ja, ga jij lekker roken? Kom maar. Dus af en toe dan neem ik hem in het weekend ook mee of naar mijn ouders of naar een pannenkoekenrestaurant of naar de supermarkt. En dan maak je de leukste dingen mee, want dan komen ze in één keer in de maatschappij terecht. Zo heeft hij bijvoorbeeld wel eens geprobeerd om, gingen we een taartje halen en een pakje sigaretten voor hem, hij rookt. En toen wilde hij alle cashiers een hand gaan geven om te bedanken. Nou, dat soort dingen die maak je allemaal, ja, dat is superleuk om mee te maken. Dat kun je niet met iedereen hebben. Nee. Dit is, maar er komt ook wel. We hebben een bepaalde vertrouwensband met elkaar. Waarin ik het ook wel aandurf om met hem naast mij in de auto te gaan zitten. Dat zou ik niet zomaar met iedereen doen. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk als je hem meeneemt. De dankbaarheid en hoe vrolijk hij is. En hij vindt het superleuk om mijn ouders te zien. En dan vaak krijgt hij nog een cadeautje van ze. En dan vindt hij kalenders en agenda's heel leuk. Dan krijgt hij een kalender en agenda mee. En dan is hij weer helemaal vrolijk en dan kan hij er weer even tegenaan. Kom, John. Hi, Ayu. Ja, Ruben gaat nu naar binnen. Goed? Ik ga roken. Nou, doei. Fijne roken. Oh, ga je de deur voor Ruben dicht doen? Dankjewel, dat vind ik lief van je. Doe de deur maar dicht. Daar naar de hoek. Dankjewel, Dirk. Ja, de laatste tijd is het natuurlijk wel wat lastiger vanwege corona. Dan kan je hem niet zomaar in je auto naast hem neerzetten. Het is nu wel een lange tijd geleden. En Dirk vindt het ook heel lastig dat we bijvoorbeeld nu niet naar de pannenkoekenhuis kunnen. Of, hè, ja, hij heeft ook niet echt het ontwikkelingsniveau om te begrijpen wat corona nou inhoudt. En dat is soms wel pijnlijk, vind ik, om te zien. En wat mij opvalt vandaag is dat hij steeds zichzelf uitzonderd en weggaat uit de groep. Hij neemt niet goed deel vandaag aan. Nee, hij vindt het heel lastig dat jullie er zijn. In de zin van dat er in één keer veel meer mensen hier binnenlopen. Ja. En ja, dat is gewoon heel lastig voor hem om daarmee om te gaan en dat een plekje te geven. Hij haalt heel veel veiligheid uit de begeleiders die hier zijn. En als er onveilige mensen in de ruimte zijn, dan gaat hij zich ook sneller onveilig voelen. Voor me te veel. Ja, je mag roken. Heb je hem nog zien veranderen in coronatijd? Ja, best wel. We hadden de afgelopen jaren hebben we best wel veel met Dirk opgebouwd. Dirk heeft altijd helemaal zijn eigen programma gehad, los van de groep. En de afgelopen jaren hebben wij best wel veel energie gestoken in het hem betrekken bij de groepsactiviteiten. Zoals zwemmen, rondjes wandelen, sporten, koffie drinken. En corona heeft daar heel veel afbraak aan gedaan. En dat vind ik, ja, zeker vanwege onze persoonlijke klik vind ik dat soms wel pijnlijk om te zien. Weet je, die man die gaat achteruit, hij wordt wat ouder. En als hij dan zoveel stress en zorg heeft, dat doet wel wat. Ja, dat vind ik soms wel lastig. Krijg je dat nog terug, denk je? Met hem, al die activiteiten? Ik hoop het. Ja, dat is altijd weer een verrassing. Ik hoop het wel dat hij wel weer wat vrijer wordt. Maar ja, de tijd zal het leren. Dat valt heel moeilijk te zeggen. Ho, te ver. Naast Ruben staat ook Henk vandaag op de groep. Henk, Jurg is lekker aan de gang, hè? Ja. Hoe zit hij in zijn vel vandaag? Lekker? Goed? Ja, nu wel even. Ja? Ja. Henkie. Nu wel even. Ja, dat is een lastige start. Henk. Maar lekker in het bad gelegen. Een kopje koffie weer gekregen van Brigitte. Huh? Ja. Je kent hem wel zo goed dat je weet wat je kan doen om het een beetje beter te krijgen. Een jaartje of 20, denk ik. Oh, dat is wel een hele tijd. Ja. Heb jij hem eigenlijk ook zien veranderen in die 20 jaar? Vroeger was het echt uit zijn jeugdigheid overal tegenaan schoppen, een soort puber, zeg maar. En altijd de confrontatie opzoeken en op het randje leven, zeg maar. En nu kan hij ook af en toe gewoon de rust pakken. En dan zie je hem ook, hij reageert ook anders. En wij zijn ook anders gaan werken natuurlijk. Ik bedoel,
Wij zijn ook meer gaan volgen. Vroeger was het, toen ik begon, dat was toch wel van, nou, wij regelen het allemaal wel en wij weten hoe het moet. En eigenlijk had de cliënt had daar eigenlijk weinig inspraak op. En tegenwoordig is het toch wel, we kijken toch wel wat de cliënt vraagt en wat ze nodig hebben en hoe we dat aan kunnen bieden. En ze kunnen zelf ook, zeg maar, dingen aanreiken. Ja. Toen ik 25 jaar geleden begon, was dat gewoon niet. Dus dan krijg je ook natuurlijk, als je niks mag en alles moet volgens iemand anders, dan, ja, dan word je niet blij van. Bertha, wat een... Hey! Oh jee! Hey! 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 Wie is dat? Hey! Wie is dat? Hey joh! Ja! Wie is dat? Hanneketje! Geen tijd. Heineken! Goedemorgen! Hey, Heineken! Hey, Heineken! Zachtjes, man. Ja, ook. Je moet zachtjes doen. Nee, een beetje zachtjes, man. Heineken! Leuk, hè? Heineken! Wie is dat? Muziek. Goedemorgen. Je kan toch geen applaus tegenop, hè? Nee. Dit is, het enthousiasme bij de muziek, dat is altijd heel groot, ja. Goedemorgen, Juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen Bussing. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. En goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Ja, kan je mee? Ik zag twee Jurgen samen drummen. Oh, dat was een wonder. Wonder dat die Jurgen drummen konden. Hi, 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 ha, ha, ha. Ik stond erbij. En ik keek hem. Ja. Oppassen ermee, ja. He, he. Hartstikke gevaarlijk, ja. Ik kom maar binnen. Ik kan zo niet verder spelen. Visje, visje in het water. Visje, visje in de kom. Visje, visje kan niet praten. Visje, visje de emotie is heel puur en heel eerlijk. En als zij iets leuk vinden, dan krijg je die emotie terug. En als ze iets minder leuk vinden, dan krijg je die emotie ook terug. Maar dan is het altijd in ons weer voor ons weer de kunst om te kijken van, nou ja, hoe kunnen we het wel weer leuk krijgen? En ja, gewoon die glimlach en de gezelligheid en het flauwekullen, zoals we vanochtend ook veel gedaan hebben met Jurgen. Ja, heerlijk gewoon. En, ja, en ik krijg eigenlijk gewoon betaald om ook te flauwekullen. Ja, ik sta er ook op moeilijke momenten natuurlijk. Hè. Dat is ook belangrijk. Dat wanneer ze mij echt nodig hebben, dat ik dan ook veilig ben. Maar ja, gewoon als werk door het bos kunnen wandelen, kunnen zwemmen, een beetje kunnen met humor van alles op kunnen lossen. Ja, heerlijk. Die kant op, ja. Ja, doe maar. Nee, de andere kant. Andere kant. Ja. Kijk eens, wat heb je dat mooi gedaan? Er wordt hier niet gezongen aan tafel. Een dappere dodo. Wat wil jij op je boterham? Ja, het is natuurlijk. Als ouder ga je er niet vanuit als jij een kind krijgt met een verstandelijke beperking. En soms is dat wat lastig te accepteren voor ouders. En dat is verder geen verwijt, want ik denk dat ik het daar zelf ook heel moeilijk mee zou hebben als mijn kind een verstandelijke beperking zou hebben. Maar ja,
ergens heb je niet heel veel, heel erg een andere keus dan accepteren en zoveel mogelijk vertrouwen hebben in de zorg en in ons dat het goed komt. En daarbij vind ik het wel heel belangrijk dat... Godverdamme. Ja. Daarbij vind ik het wel heel belangrijk om goed contact te hebben met familie en verwanten. Want die hebben toch vaak veel kennis over de jongens, over de cliënten. Ja. En die kunnen ons daar ook weer verder in helpen als wij vastlopen. Hans? Nee, ja, Hans heet jouw broer. En hoe heet die andere broer? Nee. Jij denkt aan? Frederike. Frederike, dat is jouw zus inderdaad. Ja, die komt wel eens een kopje koffie drinken. En Mark Bussing. Nee, Mark Bussing heet hij, hè? Ja. Ja, en ja, als Mark of zijn moeder komt ook nog wel eens langs. Dat is nu met corona wat moeilijker, maar hè, voorheen kwamen ze wel eens langs. Dan ja, dat vindt hij helemaal fantastisch. En dan krijgt hij cadeautjes en dan voelt hij zich echt even helemaal het mannetje van... Hè? En dan mag hij vaak in de auto even mee een stukje rijden. Dan gaan ze even naar de snackbar toe, een hamburgertje halen. Nee. Ja, dan flirt hij helemaal van op en vindt hij helemaal fantastisch. En, ja, en als je dan gaat kijken in de zorg van hoeveel personeel verloopt er is, ja, dat vinden zij gewoon hartstikke lastig. En daarin, ook dat is juist heel belangrijk aan de verwanten en aan familieleden. De stabiele factor, ja, dat zijn dan toch vaak... kijk, wij werken nu ondertussen ook op best wel een aantal jaar in de zorg. En dat is hartstikke fijn. Maar wij blijven passanten. Ja, Ruben gaat zo mee. Dan zullen we lekker zwemmen. Wat zeg je? Als het klaar is te zwemmen, gaan we een kopje koffie drinken. Met mijn zoon. Wie? Mijn zoon. Mag ik ook een kopje koffie straks? Ja, mag ik een kopje koffie straks voor jou? Oh, dat vind ik fijn. Doe jij dan een kopje koffie? Een beetje melk erin en een beetje suiker. Ja, ik wil voor mij verzorgen. Gaan we jou verzorgen? Kom eens schenken. Nee joh. Mag jij dat doen? Ja. Voor een meisje. Nou, ja. Dat is lief. Nou, daar zijn jullie heel blij mee, denk ik. Ja, vind ik heel lief. We gaan zo meteen met Jurgen eventjes apart. Jurgen die vindt het altijd wel fijn om rustig om te kunnen kleden zonder al te veel andere jongens in de kleedkamer. In de kleedkamer is vrij gehoorig, vrij veel geluid, het galmt. En dan kunnen we even rustig omkleden, even rustig met z'n tweeën de zwembroek aandoen. En alvast het water in. Dan maakt het voor Jurgen net even wat makkelijker om wat rustiger naar het zwembad te kunnen. En dan vaak zie je wel, als ze dan eenmaal in het zwembad zitten, dat ze er dan heel erg van genieten. Dan is die drempel om er naartoe gaan, is dan weg. En dan is het hartstikke gezellig. Maar voordat je dit wist, dan ben je er dus achtergekomen dat het ook mis kan gaan met hem. Dat het te veel is. Ja. Hoe ging dat dan fout dan bijvoorbeeld? Ja, door te ervaren. Je gaat met de hele groep en dan gaat het een keertje fout in de kleedkamer. Wat gebeurde er dan? Nou ja, Jurgen die kan zichzelf nog wel eens slaan. Of met spulletjes gaan gooien, dat doet hij nog wel eens. En dat is zijn manier van uiten. Hij vindt het ook niet zo leuk als ik dit vertel. Nee, dat vindt hij niet zo grappig. Doet hij, ja. Maar... En dan ga je met elkaar in overleg van ja, waar komt dat nou vandaan? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het de volgende keer rustiger gaat om hem in de zwembad te krijgen? Het lijkt me wel heftig als dat dan gebeurt, hè, dat er een conflict is en je moet ingrijpen. Dan moet je zelf misschien ook een grens over. Ja, ook mijn grenzen zijn wel eens overschreden. Dat je echt denkt van, oh, dit is niet fijn. Het is wel ook een soort van sport voor mij, een uitdaging om het toch op zo'n menselijk mogelijke manier op te lossen. Omdat toch weer, daar kan ik ook wel weer een heel goed gevoel van krijgen. Niet van het incident zelf. Dat zij boos zijn, want dat wil ik gewoon, ja, dat wil je gewoon altijd voorkomen. Maar als je dat op een hele mooie manier en soepele manier kan oplossen, zodat de schade of de pijn zo min mogelijk is, ja. Drie baantjes nog, Jurgen. Drie banen. Kom maar weer deze kant op. Ja, klasse. Zich hier helemaal uit, hè? Ja. Maar Dennis, hoe zie je nou of hij het naar zijn zin heeft? Ja, het duur van zwemmen is voor Dennis weer heel anders dan voor Jurgen en Juni. Voor Jurgen en Juni is dit feestje en het lekker bezig zijn is voor hun helemaal leuk. Dennis heeft hier geen last van. En dan kijken we weer veel meer naar van ja, hoe ontspant hij zich nou? En
ja, dan probeer hem toch aan zijn gezicht af te lezen dat hij het naar zijn zin heeft of niet. En nu is Dennis ook wel een jongen die het wat fijner vindt om iets meer op zichzelf te zijn. Terwijl Junior en Jurgen veel meer dat contact opzoeken en dat weer veel leuker vinden. Dus af en toe dan ga ik wel in de buurt zitten om te kijken, om even contact te zoeken en dat contactmoment met hem te hebben. Maar hij zal dat niet leuk vinden als ik een half uur naast hem ga zitten en dan denkt hij van nou wegwezen maar weer. Hoe merk je dat dan als jij te veel en te lang erbij zit? Dan gaat hij zelf weg. Gaan we lekker koffie drinken? Ja, kom, ga lekker koffie drinken. Kijk, ja, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer. Oh, ja, daar zijn ze weer. Ja, zo. Ja, dat is voor Johnny. Hey, vriendje. Ja. Meisje. Kom, roep het in. Meisje. Slapen nog. Hallo, wakker worden. Ik slaap. Wakker worden, meisje. En vragen. Meisje? Kunnen we met me drinken? Oh. Wou je dat vragen? Ja. Zo, ja, broek of hijsje. Heel goed. Ja, 1, 2. En dan zeg je, allerliefste meisje. Wil jij van mij een koekje? Ja. Lekker! 1, 2, hartstikke idee, alsjeblieft. Ja, is wat, hè? Heel een beetje uitsloverig, een beetje haantjesgedrag, hè? Van, hey joh, hij is iedereen gegeven? Ja. En dit kost hem wel heel veel energie. En dit kan hij wel even volhouden, maar dit kan hij natuurlijk niet de hele dag maar door blijven. Dat kost hem gewoon te veel. Het lijkt me lastig om te peilen. Kijk, voor mij is het heel moeilijk om te zien hoe iedereen eigenlijk echt zich voelt. Dat is het leuke van het werk. Ja? Ja, dat is geen dag hetzelfde. Geen moment hetzelfde, geen minuut hetzelfde. Elke dag, elk moment kan er... Het is heel dynamisch. Maar dat maakt ook het aantrekkelijk van het werk. En dan word je denk ik ook wel heel erg uitgedaagd, of niet? Nee, elke keer weer. Je bent ook nooit klaar. Het gaat altijd door. Het is gewoon, wat ik zeg, het is heel dynamisch. En elke keer dan denk je van, nou, heb ik het uitgevonden. Ja, ik ga weer nieuw beginnen, want dan gebeurt er weer wat anders, waardoor ik weer anders moet reageren. We hebben ook heel veel met collega's overleg van dat is er gebeurd en hoe gaan we dat de volgende keer aanpakken. Jij zegt dynamisch, maar ik denk dan gelijk intensief. Dat is wat ik dan zie. Ja, het is intensieve begeleiding inderdaad. Ja. En het is continu zoeken naar actieve activiteiten of juist ontspannen activiteiten. Maar ook wel weer ergens de gezelligheid creëren. Dus het is heel, je kunt continu aan het kijken van wat sluit wanneer aan. En wanneer is het moment om naar buiten te gaan. Wanneer is het moment dat het koffie drinken klaar is. En wanneer, hè? Zo. Ja, ze proberen continu maar het beste ervan te maken. Is gelukt. Juni, ik ga naar huis. Het is de laatste beetjes filmen. Het is tijd om te gaan. De bus die komt eraan. Doeg! Schiet op! Kom! Doei! Doei meneer! Zo, wegwezen, eruit! Even erin! Hoppakee! Nou, dit waren twee best intensieve dagen voor de begeleiders, dat vooropgesteld. Maar eigenlijk ook best wel voor mij. Het is een wereld die ik helemaal niet kende en misschien nog steeds helemaal niet zo heel goed ken. Maar ik heb wel een indruk hoe intensief dit werk is, hoe bijzonder de mensen die hier wonen en verblijven. En wat er allemaal bij komt kijken. Engelengeduld, doorzettingsvermogen, maar vooral oog voor de mensen die het echt verdienen. Wat kunnen ze niet? Dat is zo'n negatieve insteek. Laten we gewoon kijken van wat is wel mogelijk. Het zijn ook toffe gasten. Ja, super tof. Ja. Wegwezen.